tocht. Jij mag even blijven zitten. Oh shit! Ik word weer aan het vers aangetrokken en dan gaan we daarna meteen door, of zo meteen door naar die persoon die dus wordt gezocht voor het vermoorden van een agent. C-achtervolging negeren, stopteken, schoten gelost. Oh. Ik weet niet wat die persoon gaande heeft, waarschijnlijk openbaar dronkenschap. Alle mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSB Duval en Moor. En vandaag ben ik nog niet eens ingemeld, of ja, ik ben ingemeld. En er komt gewoon een melding binnen van een persoon die wij zoeken en die is gespot. We zijn vandaag op pad met de T5 van het ministerie van Mots. Die is gereleased. Even kort de voertuigcheck. Want dat vinden jullie waarschijnlijk wel leuk om te zien altijd. En het hoort er gewoon een beetje bij toch wel. Kijk eens, groen en... Oh. Oké, nice. Werkverlichting en hebben we nu alles uit? Nee, groen nog niet. Zo, persoon wordt gezocht voor het plegen van een winkeldiefstal. Dus hier gaan we even niet beter geveien, want dat gaat wat ver, maar wel even een stoptekentje geven. Er was namelijk gespot op de ANPR camera's. Even met verkeer meerijden gewoon. Wel gebruik maken van onze vrijstelling. Links komt een vrije ruimte waarschijnlijk. Nee, toch in het midden. Oké, mensen, gaat hartstikke goed op dit kruispunt hier. Links vrij, rechts vrij, oké. Het betreft de auto op de linkerbaan zo te zien. Yes. Deze Volvo zit me een beetje dwars. Maar linksaf helaas de Volvo ook. Ga je tussendoor oppakken. Taco truck. Ik zit echt te kutten met die knoppen, zo dat ik het zeg. Dit is de bovenste geloof ik. Ja. Ik ben wel op mijn hoede, want ze zijn met z'n tweeën en dat wil nu wel betekenen dat ze uitstappen ofzo. Dus deze pakken of zo. Goedendag. Hey. Kip man. Rijden, gaan we zien. Dankjewel. Ik ga hem even naar trekken. Momentje hoor. De verdachte of de bestuurder wordt sowieso nog gezocht. 4, 6, Edward, King, 5, 7, 2, award issued. Hey, goedendag, maar even raampje omlaag doen. Ik wil ook even van jou een ID'tje zien. In ieder geval een ID. Oké, goed. Hey, luister eens, kameraad, kan ik jou wat vragen stellen? In het kader van alles en blablabla ga ik toch even zo meteen je voertuig ook doorzoeken. Misschien heb je nog gestolen goederen bij. Daarbij mag je wel even uitstappen, je hebt namelijk aangehouden, je wordt nog gezocht. Jij mag even blijven zitten. Oh shit! Vuurwapen. Oh shit! Hey! Waar is die gast met de vuurwapen? Liggen, op knieën! Ja, noodknop, fucking noodknop, P. Ja, we... Ah, shit. Schoten gelost. Duidelijk vuur toegepast. Zo. Ik ben nog ernstig aan het bloeden. Jij bent aangehouden. Gekke praktijk hier. You're under arrest, you piece of crap! Holy hell! Zo. Naar het transportje voor deze beste meneer en een ambulance deze kant op voor mij. En ook wel een beetje voor mijn... voor de... verdachte. 12:05, ik ben onderweg.
Dat is verhoord. Goed, dat is altijd zo. Ik weet niet meer wat ik was aan het doen. Ik was iets aan het doen. Oh ja, nee, die noodknop. En ik ging aan mijn knieën zitten. Dus ik was zeg maar met die noodknop. Of met die hand op die schouder en aan het rennen. En het gaat er niet goed. Dan krijg je weer een melding van iemand die wordt gezocht. We nemen hem aan, we gaan zo meteen even die kant op. Oh, die wordt gezocht voor het vermoorden van een politieagent. Dat betekent wel dat we in ieder geval even... Oh, oh, oh. Even de kogel weer in de verse aan gaan trekken, want deze is wel beter gevee. Oh, de volgende staat nog... Kogel weer in het verse aangetrokken en dan gaan we daarna meteen door, of zo meteen door naar die persoon die dus wordt gezocht voor het vermoorden van een agent. Dat mag niet, hè? Geef mij leven. Geef snel. Kom, hup. Geef me even een drukverbandje of zo. Kom op. Ja, sneller. Ik weet het, het is puur mijn schuld dat ik die verdachte of die melding wil aannemen. Ja, ja, ja. Yes, thanks. Till next time, there's always a next time. Ja, klopt helemaal. De ballen laat ze niet vallen. Oh, dit is allemaal heel niet netjes van mij hoor. Alles zo achterlaten en melding aan. Oh, hij komt wel hier. Hij is gewoon om de hoek bij me nu. Dat is wel handig. Maar die weten ook precies hoe laat het is. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. Approach with caution. Even cancel. En nog een keer. Oh, hij gaat er vanop. Deze melding is ten einde. Goed werk. Stop uw voertuig onmiddellijk. C, achtervolging negeren, stopteken, schoten gelost. Oh shit, er zit er... Oh nee, shit. Ik word beschoten, hij heeft handlangers, die schieten mij, beschieten mij. Ik ga achter de verdachte aan, collega's, alsjeblieft achter die handlangers aan. Uitstappen! Ah, shit, ik kom niet handlangers. Ja, die schakel ik gewoon uit hoor. Oh, oh, oh nee, oh nee, oh nee. Oh nee, Wim is dood! Nou, rip hem. Nou goed. Verdachte is ontsnapt. Wim is dood, maar Wim leeft weer. Kijk eens, dat is Wim weer. Niet huilen, niet huilen, niemand huilen. Die zag ik niet. En ja, dat was een flinke melding. Trouwens, ik deed de kofferbak wel open voor kogelwerende vesten. Maar die zitten normaal gesproken gewoon in de deur. Oh. Dus hier zo, daar. Wat wilde ik nou zeggen? Ja, ik dacht dat er vanuit de auto werd geschoten, maar hij had dus gewoon handlangers in zijn achter. Hij had handlangers of zo en die kwamen achter mij aan. En opeens was ik bijna, of was ik dood. Jongen, is dit ene melding die nog erin op staan? Want ik heb wat plugins en zo verwijderd. Maar ik geloof er ook niks anders meer erin op staan qua meldingen. Kijken wat met deze auto is. Nou, die ziet er een beetje dronken uit. Laten we die even blazen. Target license plate. 2-8-George-Edward-David-3-3. Nou, misschien toch niet dronken, want... Misschien is die wel gewoon dronken, fuck. Sorry. Ah, idioot. Dan maar even aan deze kant staan. Ik wil namelijk de bestuurster spreken. Of bestuurder, sorry. Hoi. Hoi. Mijn rabbijtje. Heb je iets gedronken toevallig? Ik
ik hoef daar geen antwoord op te geven. Heb je drugs genomen? Ja, enig probleem met dat. Ja, op dit moment heb ik daar wel een probleem mee. Dus je mag even voor mij blazen. Doordat ik stop zeg. Blazen, 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 blazen. En stopt hij maar. Oké, en je mag even een speekseltest afnemen. Move it already. En die komt positief uit. Cocaïne en cannabis betekent dat je mag uitstappen. Je bent aangehouden voor rijden onder invloed van drugs. Je bent niet te ambt verplicht. En je hebt recht op een advocaat. Ik ga je fouilleren. Heb jij drugs bij? Ik wil graag uitlevering van alle verboden middelen die je op dit moment bij hebt. Heb je ook dingen bij waaraan ik mezelf kan bezeren? Ik hoop het toch niet, want hij heeft wel naaldplekken, zeg maar, zo, waar die naald naar binnen is gegaan in de arm, is zichtbaar in zijn onderarm. Terwijl die lange mouw aan heeft, vind ik dat knap. Oké, hij heeft geen drugs bij. We gaan een transportje deze kant op. Eén collega vraagt om uw assistentie. Ik ga even achter hem mijn busje zetten totdat het transportje hier is. 12:05, ik ben onderweg. Dat is gewoon. Waarom? Ja, dat ligt gewoon aan mij. Moet ik steeds aan deze kant de deur open doen? En dan crash je waarschijnlijk gewoon nog eens. Oh, en dan sta ik weer hier. Goed. Even je auto te zoeken. Of is die mevrouw blijkbaar. Sorry, was niet de bedoeling. Oh, en zakmes, dat mag niet helemaal. Zeg, heeft u een ID voor me? Die wil ik even zien. Nee, Vito, waarom doe je dat nou? Zeg, heeft u drugs genomen? Of alcohol? Mag even een speekseltest afnemen? Heeft u gedronken? Heeft gedronken, maar hij geeft nog aan dat hij mag rijden. Nou, ik zou zeggen, hey, de ballen, ga jij maar verder met het voertuig. Tenzij ik daar drugs in vind, natuurlijk, dan gaan we nu even onderzoeken. Maar zij mag in ieder geval haar weg vervolgen. En die Vito is ontzettend irritant. Oh, een vuurwapen gevonden. Voertuig wordt afgesleept voor verder onderzoek. En dan gaan we eens even hier om het hoekje kijken. Oh wacht, mijn verdachte zit hier nog steeds in. Hier loopt namelijk iemand. Oh. Ik weet niet wat die persoon gaande heeft. Waarschijnlijk openbaar dronkenschap. Moet ook even onderzoeken. Ja. Goedendag, even staan. Hoi. Alles oké? Okay? Waar gaat u naartoe? Dat wil je niet weten. Nou, waar kom je vandaan dan? Ik heb het recht om niet antwoord te geven. Wat doet u? Wat maakt jou dat? Nou ja, ik zie je ze lopen. Heeft u toevallig gedronken? Ik drink geen alcohol. Nou, dan heeft u drugs genomen. Nee, geen drugs. Drugs maken muziek. En wat is er dan los? Ben je onwel of zo? Heeft hij illegale spullen bij? Ik wil in ieder geval uitlevering van alle illegale spullen. Sowieso even een ID voor me. Kan zomaar zijn dat deze mevrouw onwel is geworden. Een bericht voor alle wagen. Kijken of zij... Wat ik me geef is in ieder geval ingevorderd door ons. Dus ik weet niet waarom die me geeft, maar die heb ik bij deze ingevorderd. Mag toch even blazen. Normaal doe je iemand die heeft ge... Oké. Toch vind ik het raar. Hoe ze doet. Als er niks uit die drugstest komt. Thanks. Nou, even een ambulance laten komen. Ga even een ambulance voor deze jonge dame. Of ja, jonge dame. Want die loopt er niet helemaal helder bij. Onbekend waarvoor. Mogelijk onwel geworden.
Ze hebben even een ambulance laten komen, want deze mevrouw, wat ik al zei, die zit er niet helemaal lekker bij. En ik weet niet waardoor dat komt. Geen drugs, geen alcohol genomen. Dan houdt eigenlijk een beetje alles op voor mij wat betreft mogelijkheden waardoor zij zo raar doet. Rijdt u alstublieft prio 2. Hoi. Ik zal je even brieven. Dit is mevrouw, geen idee. Heb ik al geweten. Je loopt al weg. Oké. Mensen, ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik hoop dat jullie een mooie TV vonden. Ik hoop dat jullie dat een hele mooie ambulance vinden. En ik hoop dat jullie deze meneer vergeven voor mijn ambulancecollega aan te rijden. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Tot dan. En laat blauw duimpje achter. Doei.